Oké. Nou Marco, hier zitten we dan bij Concert at Sea. Hoe voel je nu? Ja, ik heb er heel veel zin in. Dit is het laatste wat ik doe voor mijn vakantie. Dus het is iets waar we al heel lang naar uitkijken. Dit festival is de afgelopen jaren natuurlijk uitgegroeid tot een echt evenement wat erbij hoort. Het is uniek. We hebben dit jaar wel heel mooi weer, moet ik zeggen. Mm. En met deze temperatuur en deze line-up is het voor de mensen volgens mij genieten. Vanavond, morgenavond, het is inmiddels een editie van formaat. Ja, zeker. En nou heb ik begrepen dat 15 jaar geleden je voor het laatst op een festival hebt gestaan. Ja. Dus je hebt ook dit jaar eigenlijk besloten om even rustig aan te doen. En toch sta je hier bij Concert at Sea. Waarom heb je voor Concert at Sea gekozen? Nou, dat zijn de jongens van Bluffies. Die hebben me dat persoonlijk gevraagd. En dit is hun festival. Zij zijn de ambassadeurs van Zeeland. Het is een festival wat bewezen heeft kwaliteit uit te stralen in bezoekersaantallen, in de manier van opzet. Het hoort er echt bij nu, dit festival. En ik heb er nog geen geheim van gemaakt. Die jongens van Bluff, dat zijn vriendjes. Het zijn vriendjes. Dus ze hebben gebeld en zeggen van Marco, wil je alsjeblieft komen? Ja, het is. Peter Heerschop heeft er natuurlijk ook een duitje in de zak gedaan. Dat hebben we gezien. Dus dat is gewoon ontzettend leuk. Dit zijn van die dingen die wat uniek is in Nederland. En dat moet je koesteren. En ik vind het ook echt leuk om hier te zijn. En zo'n ambiance als de zee en de lucht, dat werkt natuurlijk wel even mee. En straks 55.000 man staan daar. Kan je mij uitleggen en aan de kijkers wat voor gevoel dat geeft? Nou ja, dat is uniek. Dat is, en zeker zo'n buitenfestival, zo'n buitenfestijn heeft iets extra's. De ziltige zeelucht hier. En met deze temperaturen, dat maakt gewoon dat het een samensmelting is van mensen die graag naar muziek komen luisteren. En we hebben in de laatste paar jaar Nederland natuurlijk toch wel prachtige acts bijgekregen. Met Raccoon, met Van Velsen, Bluff hebben we. En er zijn zo ontzettend veel goede acts. Dat je zo nog 10 edities van dit festival kunt doen. Nou, dat gaat er vast komen. Ga je nog iets bijzonders doen vanavond, wat je misschien in de andere shows nog niet hebt gedaan? Ja, we gaan iets bijzonders doen. Ik ga binnen met Pascal zingen. Okay. En dat is iets wat we eigenlijk in al die jaren nog niet hebben gedaan. We zijn regelmatig bij elkaar op bezoek geweest. Maar dit hebben we eigenlijk nog niet echt gedaan. Wel eerder samen gezongen? Nee. Bluff is natuurlijk wel bij mij in de Kuip geweest ooit. En toen hebben ze prachtige optreden gedaan ook. Toen hebben we niet samen gezongen, want dat was net het moment dat ik gebruikte om me om te kleden. Maar dit is iets wat we al heel lang graag willen. En dit is ook wel geschikt voor ons alle twee. Jullie klonken net heel erg mooi samen, dus dat gaat zeker goed komen. Hey, volgend jaar 20 jaar artiest, mag ik het al zeggen? Ja. Het gaat echt gebeuren. Gaat er nog iets bijzonders gebeuren volgend jaar? Of weet je nog allemaal niet wat er gaat gebeuren? Nou, ik weet nog niet hoe en of ik het ga vieren. Het is wel zo dat ik volgend jaar 20 jaar in het vak zit. Dus dat is wel een moment om bij stil te staan. Maar ik denk dat ik heb de laatste jaren allemaal grote en heftige dingen gedaan. Misschien dat het volgend jaar wel een moment is van temporiseren. Een beetje kleiner. Een beetje terug naar de basis misschien wel. Theaters misschien ook? Nou, theater of misschien zelfs wel clubcircuit. Ik beraad me daar nog op. Maar dan hoor je het SET graag van me. Oké. En zou je misschien in mei in één woord kunnen zeggen wat voor jou het zomergevoel is? Of is dat moeilijk in één woord? Maar... Het zomergevoel voor mij is zee en gewoon het water. Ik bedoel, er is geen zomer voor mij zonder water. Dus wat dat betreft voel ik me hier prima thuis. Nou, dat kan ik me voorstellen. Hey, en de laatste vraag. Wil je nog iets kwijt, een leuke boodschap aan het kastpubliek? Want zij gaan morgen ook deze beelden zien op het scherm. En heb je een leuke boodschap voor ze? Ja, ik bedoel, het Concert at Sea is een festival van formaat. Jullie hebben een goede keuze gedaan. Jullie hadden geluk, jullie hadden kaartjes. Yay. Als je er niet bij bent, dan moet je het zeker volgend jaar doen. Want dit is inmiddels wel iets wat je niet meer mag missen. Het is een festival van formaat. Nou, hartstikke bedankt voor het interview. Dankjewel, Marco. Ja.